De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft voor het eerst in haar 40-jarig bestaan aan 61 studenten B1-certificaten uitgereikt. Dit certificaat bij de AHKCO geeft aan dat een student alle vakken van de eerste 2 jaren van de opleiding heeft gehaald. Voor directeur Arman Snijders is het niet alleen een heugelijk feit voor de school, maar ook voor de studenten. Omdat het is een eerste horde voor de studenten die ze hebben overwonnen om uiteindelijk nog 2 jaartjes door te bijten om hun studie af te ronden, om hun diploma uiteindelijk in ontvangst te mogen nemen. Het is een grote mijlpaal omdat administratief bekeken het voor de studenten en ook voor de organisatie een motivatiebron is. Een motivatie omdat we dus beseffen dat wanneer je bezig bent te werken aan verbetering, betere efficiëntie, dan bereik je zo'n mijlpaal en dan doet dat jou wel goed. Het B1-certificaat wordt ook als een aanmoediging gezien voor studenten om geen studielimieters te worden en de opleiding binnen 4 of 5 jaar af te ronden. De certificaten werden vrijdag uitgereikt aan studenten van alle 3 opleidingen van AHKCO. Ik denk dus dat ik de vrijmoedigheid te baat mag nemen omdat we ergens wel weten welke gevoelens er spelen onder onze studenten. Het was een eenvoudige uitreiking, er waren geen speeches, maar we weten wel dus dat het enorm veel betekent voor de studenten om deze eerste horde, de eerste fase, succesvol af te ronden. Het betekent veel. En het stimuleert ze om, net wat ik eerder zei, hun studie verder af te ronden en niet gewoon af te haken. Het studieleven, het studentenleven is niet eenvoudig. Want de meeste van onze studenten zijn werkende studenten. Het is een part-time opleiding. De academie is nog bezig met haar accreditatieproces en hoopt die het komend jaar af te kunnen ronden.